Dat er stroom uit jouw stopcontact komt, dat lijkt misschien vanzelfsprekend. Maar dat is het niet altijd. Het stroomnet dat al onze energie moet leveren en verwerken, kraakt in zijn voegen. In sommige delen van ons land zit het zelfs vol. Hoe kan dat? Hier in de werkplaats ga ik uitleggen hoe het komt dat het elektriciteitsnet vol raakt. En wat misschien wel interessanter is, hoe je daar geld aan kunt verdienen. Maar daarover straks meer. Eerst de basics. Als je kijkt naar deze kaart, dan zie je dat het net vol zit voor wat betreft de productiekant. In de rode gebieden geldt dat. In de gele en oranje gebieden dreigt die situatie te ontstaan. Dat betekent dat daar geen zonneweiden en geen windparken kunnen worden aangesloten, omdat het netwerk daar de capaciteit niet voor heeft. Er zijn ook gebieden in Nederland waar diezelfde situatie geldt voor het verbruik. En dat betekent dat nieuwe scholen, bedrijven of cafés niet op het net kunnen worden aangesloten. Hoe kan dat net nou op sommige plekken vol raken? De capaciteit van het netwerk wordt bepaald door de diameter, de dikte van de kabel en door het spanningsniveau. Als je te veel stroom door een kabel stuurt, dan brandt de kabel door en vervolgens zitten we dan met z'n allen in het donker. Bij een dikkere kabel gaat dat natuurlijk nog wel met meer geweld. Zoals hier, waar een kabel onder het voetpad vlamvat. We gebruiken steeds meer elektriciteit. Denk aan laadpalen voor het opladen van elektrische auto's. Denk aan huizen die elektrisch worden verwarmd. Denk aan datacenters die stroom slurpen. Al die apparatuur moet worden aangesloten. Als je dus meer stroom wil hebben, heb je op een gegeven moment meer kabels nodig. En dat is niet altijd makkelijk, want het kan jaren kosten om toestemming te krijgen van overheden. Je moet er hele straten voor openhalen en het is op dit moment ook lastig om aan voldoende personeel te komen. En dan het tweede punt. Het stroomnet moet altijd in balans zijn. Het probleem is namelijk dat je elektriciteit heel lastig kunt opslaan. Elektriciteit die wordt gemaakt, moet ook meteen worden verbruikt. Je kunt het zien als een soort evenwicht. Iedereen verbruikt stroom om te wassen, de airconditioning aan te zetten op een warme dag en vergeet ook de elektrische auto's niet. Dit verstoort de balans in het net. Dat betekent dat de frequentie zakt. Je kunt dat zien als een soort hartslag, 50 trillingen per seconde. En als dat te ver daalt, gaan lampen knipperen en gaan digitale wekkers achterlopen. En daarom moet altijd voldoende productie van elektriciteit aanwezig zijn om de balans in het systeem te handhaven. Het omgekeerde komt ook voor, dat er meer aanbod is dan vraag. Op een zonnige dag produceren zonnepanelen heel veel elektriciteit. Om de balans in het systeem te handhaven, is er dan ook extra vraag nodig. Het kan zelfs voorkomen dat die vraag er niet is en dat de zonnepanelen en windmolens moeten worden afgeschakeld omdat er geen behoefte is aan de elektriciteit die ze produceren. Vroeger was het heel makkelijk om de balans in het systeem te handhaven, want dan zette je gewoon een gascentrale in die voor extra elektriciteit zorgde. Tegenwoordig is dat een stuk lastiger, want je bent afhankelijk van duurzame productie die onzeker is en afhangt van het weer. In de Eemshaven is heel veel elektriciteitsproductie door windmolens. Als het hard waait, wordt er dus heel veel elektriciteit geproduceerd die het gebied uit moet naar de rest van Nederland, omdat daar verbruik is. De koppeling tussen de Eemshaven en het Nederlandse elektriciteitsnet kan daardoor overbelast raken. Dat kun je voorkomen door te zorgen voor meer verbruik. Bijvoorbeeld door datacenters in de Eemshaven te bouwen. Het risico op overbelasting van de koppeling tussen de Eemshaven en de rest van Nederland wordt dan kleiner. Daardoor brandt die niet door en valt het systeem niet uit. Overal in Nederland kun je dit soort cirkels trekken. En het is belangrijk dat de koppelingen tussen de gebieden binnen en buiten de cirkels niet overbelast worden. Om daarvoor te zorgen, voorspellen de netbeheerders hoeveel elektriciteit er wordt verbruikt of wordt geproduceerd binnen zo'n cirkel. En als de capaciteit van de koppeling wordt bereikt, stoppen de netbeheerders met het aansluiten van nieuwe bedrijven, nieuwe windmolens en nieuwe zonnepanelen. Als we doorgaan zoals we nu doen, hebben we heel veel extra netcapaciteit nodig. En zullen we dus heel veel hoogspanningslijnen moeten bouwen en kabels moeten aanleggen. Daarom moeten we stroom verbruiken als het over is. Tussen 6 en 8 uur 's avonds is het drukst op het elektriciteitsnet. Het is daarom goed om even te wachten met het aanzetten van de wasmachine en dat daarvoor of daarna te doen. Let daarbij ook op het weer.
Als jij zelf of je buren zonnepanelen hebt, zet dan je wasmachine aan als de zon schijnt, want dan hoeft de stroom niet te worden afgevoerd en is er minder risico op overbelasting van de koppeling tussen jouw straat, jouw stad, jouw provincie en het grote Europese systeem. Om dit te stimuleren, werken steeds meer bedrijven met elektriciteitsprijzen die variëren per uur in plaats van alleen maar tussen dag en nacht zoals we dat gewend waren. Als er veel stroom is, is de prijs lager. Soms kun je zelfs geld toekrijgen als je elektriciteit verbruikt. Je draagt dan bij aan het handhaven van de balans in het Europese elektriciteitsnet. En wat goed is voor de balans, is ook goed voor je eigen portemonnee. Ik ben Joyce, allergoloog. En in de volgende aflevering vertel ik je of het daadwerkelijk zo is dat we steeds vaker allergisch zijn.